dat iets wat jou bijvoorbeeld... Je zit het hardst in op die vrienden. Ja. Daar de discussie mee, of het gesprek mee aan, maar wel tussen de medewerkers. En het, dus wij gaan van buiten, het is ook mijn team wat dat doet. Maar we proberen ze met elkaar in gesprek te brengen. En laat hun met elkaar uitzoeken waar ze dan tegenaan lopen, wat ze moeilijk vinden, wat ze nodig hebben, wat ze uit willen proberen. Maar hou het alsjeblieft zo dicht mogelijk in de lijn. Ik weet wel dat Microsoft heeft dat ook gedaan. Die is ook heel sterk op dat leiderschap gaan zitten. En die hebben in eerste instantie, die hebben ook gezegd van we accepteren ook de consequenties. Als mensen afhaken, oké, zo hier. Maar je hebt in eerste instantie ook aan de leidinggevende gevraagd. Als we zo gaan werken, hoe zou jij dat dan gaan doen? Wat zou jij dan, wij spreken, anders gaan doen? En dat heeft wel, en ze ook echt gezegd, daar moet ook iets uitkomen. Je kan je niet onthouden van commentaar of zo. Dus je moet eigenlijk gewoon een soort business case maken voor je eigen duurzame nieuwe werken. En daar zijn mensen ook daarna, dus in dialoog is daar met mensen over gesproken. En dat heeft in een aantal gevallen ook geleid tot consequenties.